Wij hebben de taken verdeeld. Dat is eigenlijk een standaardverdeling tijdens het vliegen. We hebben van tevoren afgesproken dat Dieter naar Dalleman zou gaan vliegen. Dus die doet alle vliegtechnische taken. En ik doe dan de communicatie met de luchtverkeersleiding. Maastricht, good morning, I can fly 811. Ik fly over 250, present in Birminghausen. Wij vliegen een bepaalde route van Amsterdam naar Dalleman. En die route die bestaat uit airways. Dat zijn eigenlijk bepaalde snelwegen. Dat kan je hier zien. Wij vliegen nu dan direct naar een bepaalde afslag. Maar bijvoorbeeld later dan hebben we de UL606. Zo heet dan eigenlijk de snelweg. Dat moet je eigenlijk gewoon zien als de A4. Een afslag Sasso. Om dan vervolgens via de snelweg UZ21 naar Babik te vliegen. Dit is ons navigatiescherm. Dit is eigenlijk onze TomTom. De TomTom is onze boordcomputer. Daar voeren wij op de grond de route in. Dat is dat paarse lijntje, de route die we geacht worden te volgen. Dat is eigenlijk dat verlichte lijntje op jouw navigatie in je auto. Onze huidige positie is het driehoekje. Dat is waar wij nu vliegen. En al die rondjes die je ziet met die vier lettercodes, dat zijn vliegvelden. We hebben zojuist gevraagd om te mogen dalen. Daar hebben we toestemming voor gekregen. Dus zij hebben ons een verklaring gegeven om naar 29.000 voet te gaan zakken. We zitten op dit moment op 39.000 voet. Dus zometeen zal je zien dat hij de neus ietsjes naar beneden zet. En dat hij ook automatisch wat gas terugneemt. Of eigenlijk helemaal dicht schuift. Naar idle noemen we dat. Ja hoor. Wel wat. Nu gaan we een aantal checklists afwerken en dan gaan we eigenlijk alweer beginnen met de voorbereiding voor de terugvlucht. Heel veel papierwerk. We zeggen wel eens gekscheren dat een vliegtuig dat vliegt op papier en niet op brandstof. Ik wil eigenlijk al sinds kleins af aan, jongs af aan, wilde ik al piloot worden. Het is een beetje ontstaan toen ik 4-5 jaar was. Mijn opa was toen de tijd vogelwacht op Schiphol. Dan mocht ik regelmatig met hem mee en kon ik daar geparkeerde vliegtuigen bezichtigen. Daar is het eigenlijk bij mij een beetje de passie voor het vliegen begonnen. Starting engine number 2. Dat is 5000, daar klimmen we op dit moment heen. Dat selecteren we dan in het MCP, dat is een multi-control control panel. En daarmee bedienen we de autopiloot. We kunnen zelf direct de autopiloot opdracht geven wat te doen. Of we kunnen dat doen aan de hand van de boordcomputer. En op dit moment doen we het eigenlijk aan de hand van de boordcomputer. We klimmen naar 7000 voet, dus we zijn bijna op kruishoogte aangekomen. Geven we elkaar een waarschuwing. Dat doe ik nu, 1000 below. En verder geeft het systeem dan ook automatische waarschuwing als jij 700 voet van je geselecteerde hoogte zit. Of in dit geval eigenlijk 900 voet. Dat is die piep die je net hoort. Dames en heren, jongens en meisjes, een gezagvoerder vanuit het cockpit. Net zoals beloofd wat meer informatie over onze route terug naar Amsterdam. Vliegen op dit moment in Grieks luchtruim. Op een hoogte van 60.000 voet, zo'n 11 kilometer hoog. Dat is de snelheid op dit moment 780 km per uur. Ja, de opleiding, dat is, het is wel aanpoten, dat wel. Ik vond het niet zozeer zwaar qua stof, dat de stof moeilijk was. Wel dat je heel veel informatie op je afkrijgt in een zeer korte tijd. Ik heb een jaar moeten wachten voordat ik mijn eerste betaalde baan kreeg in de commerciële luchtvaart. Dat was in 2014, 10 jaar geleden. Vandaag de dag is het wel een stuk moeilijker voor veel jongens en meiden.
zat. Off. Off. Ups. Up. Party break. Set. Start levers. Cut off. Weather in there. Off. Shut down, check the security. Merci. We zijn er weer thuis op Amsterdam. Nu papierwerk. Wederom papierwerk. Mijn collega die moet ook nog wat papierwerk afronden. Zodra dat gedaan is, dan zijn wij in principe eigenlijk klaar voor vandaag. En dan geven wij alle papierwerk af aan de purser. En dan komt alles terecht waar het terecht moet komen. Dan kunnen wij naar huis.